ben ik op bezoek bij de Karperhoeve in België. Daar ga ik samen met Timmy en Eddy Sterks een middagje vissen op de quarantainevijver. Hier hebben we afgelopen najaar vis uitgezet. Die heeft de hele winter goed doorgekomen. Ziet er kerngezond uit. Het is nu tijd om er enkele exemplaren van te gaan vangen. En de grotere jongens, de 15 kilo plussers, over te gaan zetten naar Timmy's Lake. Het blijft vissen natuurlijk, dus hopelijk kunnen we een paar gevangen krijgen. Ik ga snel naar het water. Timmy en Eddy die zitten er ondertussen al. Dus laten we eens even gaan kijken of ze wat gevangen hebben. Lekker gegeten bij Timmy's. We zijn nu terug aan het water. De hengels liggen er terug in. Het is wel een beetje kobber geworden als de afgelopen dagen. Toch nog 6 vissen kunnen vangen. Geen grote. Maar we hopen misschien dat deze nacht er wel een van de grotere vissen gaat uitkomen. Dus eens afwachten. Maar ik heb er wel een goed gevoel bij. We hebben ook een paar dagen een beetje voorgevoerd met een nieuwe bal even een beetje te testen ook. Maar ik denk wel dat het deze nacht misschien wel een mooie vis gaat. Dat hoop me toch. Zo, nachtje vissen met Eddy Sterks zit erop. Hij is erin geslaagd om 8 karpers te vangen hier op de quarantainevijver op de Karperhoeve. Helaas is geen van de grote 15 kilo plus vissen voorbij gekomen. We hebben een gezellige nacht gehad, maar helaas niks kunnen overzetten naar Timmy's Lake. Het regent als pijpensteden, maar ik moet er vandoor. Bedankt voor het kijken. Mocht u interesse hebben om een keer op de Karperhoeve te komen vissen, kijk dan op onze website www.dekarpspecialist.nl. En bij vragen, gewoon even bellen of mailen. Hoi hoi.